Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag weer vertellen over het verborgen leven. Want er kan geen plant of dier zonder dat verborgen leven. Dat bestaat uit micro-organismen en die hebben we heel hard nodig om te kunnen leven. Nou, hier achter me staat een enorme eik, de Heijmans-eik, genoemd naar de natuurbeschermer Eli Heijmans. En hij schreef al over deze eik in 1903 in het weekblad De Amsterdammer. Hij schreef daarover, daar staat weer zo'n konkeltakkige eik. Een 30 meter stellig, met de grote bruine beuken, de trots van Artis. Zelfs zo'n enorme boom als de 250 jaar oude Heijmans-eik hier achter me kan alleen maar overleven in samenwerking met het schimmelnetwerk onder de grond. Deze schimmels staan ook wel bekend als mycorrhiza. Vanuit het Grieks mykes, dat betekent schimmel, en rhiza, dat betekent wortel. En ze profiteren van elkaar, want de boom maakt allerlei suikers waar de schimmel dan op kan groeien, terwijl de schimmel allerlei voedingsstoffen maakt die die boom weer kan gebruiken, waaronder stikstof, maar ook fosfor. Verder beschermt de schimmel ook in tijden van droogte, dus kan voor extra water zorgen, maar ook tegen verschillende soorten ziektes waar de boom prooi aan kan vallen. En tot slot is er ook nog iets heel interessants aan de hand met dat schimmelnetwerk, want op die manier kunnen bomen in sommige gevallen met elkaar communiceren. Onderzoek aan planten heeft al laten zien dat planten elkaar kunnen waarschuwen voor plantenetende insecten zoals bladluizen. En ze maken dan bepaalde stoffen aan waardoor die insecten worden verdreven en de vijanden van die insecten zoals de sluipwesp juist wordt aangetrokken. Af en toe laat een deel van dit verborgen leven zich zien, namelijk de vruchtlichamen. We kennen ze wel als paddenstoelen. En bij deze gigantische eik hoort de paddenstoel gewoon eekhoorntjesbrood. En als je dus volgende keer een artis komt, dan moet je toch even onder deze eik kijken of je daar het gewoon eekhoorntjesbrood kan vinden. Dat is trouwens erg lekker, dus ik ga nu ook even kijken.